listening to Robert Bain's Bible Podcast, the info channel for church and society. Unpacking God's message, verse by verse. Het is 2 uur, we gaan beginnen. Zomaar een idee dat ik kreeg vanmorgen om vandaag eens 2 uur achter elkaar te praten over het evangelie naar Johannes. En dat is zeer de moeite waard. En aan de andere kant kom je er dan ook achter hoe kort 2 uur is of hoe lang dat evangelie is en wat er allemaal over te zeggen valt. We gaan het vandaag doen. Ik gebruik gewoon de preekschetsen over het evangelie naar Johannes, het boek dat ik heb geschreven onder de titel De Zoon van God. En uiteraard heb ik voor mij een Bijbel liggen. En dat zou ik u aanraden. Neem een lekker kopje koffie. Ga zitten in een luie stoel. Zet de luidspeakers redelijk hard aan. En sla een Bijbel open bij het evangelie naar Johannes. En laten we eens kijken of we vandaag daar heerlijk over kunnen praten. Als u wat actiever wilt meedoen, dan gaat u natuurlijk voor uw pc zitten. Met een koptelefoon op. Misschien met een notitieblok. Maar in ieder geval de vingers klaar boven het toetsenbord om vragen en opmerkingen te plaatsen. Ofwel op spreaker.com. De show die is aangegeven, dat weet u langzamerhand wel. Of op Facebook, daar kan het ook nog een keertje. 2 uur lang over het evangelie naar Johannes. En we beginnen maar even met een klein stukje muziek. Laten we maar eens rustig beginnen. Ik zeg er even bij, dit is live, dus alle vergissingen en alle foutjes en alle rare geluidjes, die horen er gewoon bij. Het is niet geëdit, het is gewoon vanuit mijn studeerkamer hier in Dronten rechtstreeks praten over dat mooie, dat prachtige evangelie van Johannes. We gaan rustig beginnen met de muziek en dan gaan we ons verdiepen in dat evangelie. Ja, dan begin je natuurlijk altijd met de vraag, wat voor boek gaan we nu eigenlijk lezen? Wat is dit nou?
Nou, het is natuurlijk in de eerste plaats een evangelie. Dat wil zeggen een verkondiging van het goede nieuws over Jezus Christus. De aankondiging van de komst van de ware koning in de wereld. En dat is het vierde evangelie in ons Nieuwe Testament. En dat is niet zomaar toevallig. Dat heeft ook een hele goede reden. En die reden is dat het als laatste geschreven is. Als je heel voorzichtig bent, dan zeg je het is geschreven tussen 60 en 95. Als je heel voorzichtig bent, dan zeg je misschien is het geschreven vanuit Efeze. En sommige mensen denken het is in ieder geval het laatst geschreven Bijbelboek. Ik geloof dat zelf niet. Ik denk dat het boek Openbaring nog later is geschreven, dus dat we dat boek moeten plaatsen zo rond 95. En dat Johannes nog voor zijn ballingschap op het eiland Patmos dit evangelie heeft geschreven. En dat het vooral gericht is aan de christenen in Klein-Azië, waarover Johannes bisschop was. En als je dat wil nakijken, moet je naar zijn eerste brief gaan kijken. Het evangelie naar Johannes is wel heel bijzonder. Voor sommigen is het een heel ontoegankelijk en duister boek waar ze liever niet mee bezig zijn. En voor anderen is dit het mooiste wat er is, omdat geen enkel ander evangelie zo gericht is op wat we dan noemen de persoonlijke heerlijkheid van Christus als de eeuwige Zoon van de Vader. Hij is het leven zelf. Hij geeft het leven aan hen die in hem geloven. Hij is het licht van de wereld. Hij is de Ik Ben van het Oude Testament. Hij is de Zoon die de Vader geheel en al verklaart. Er zijn zoveel prachtige titels van Jezus te vinden, juist in dit evangelie, dat het een heel bijzonder evangelie is. Maar er is nog een andere reden om het mooi te vinden. Oh, er zijn tientallen redenen, maar er is één andere reden om het mooi te vinden. En dat is dat de structuur van dit evangelie altijd zo is. Er komt een getuigenis over wie Jezus is. Dat is van iemand die daartoe gezonden is, zoals Johannes de Doper. Dat is van iemand die Jezus ontmoet en tot geloof komt. Dat is van Jezus zelf. Dat is van de Vader vanuit de hemel. Maar er komt een getuigenis. Iemand die claimt te weten wie deze Jezus is. En spreekt dat uit. En waarom doet hij dat? Dat is ook heel belangrijk bij dit evangelie om meteen te weten. Maar dan moet je naar het einde bladeren. Johannes 20 vers 30. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, en kijk, nou komt het doel van dit evangelie, opdat u gelooft dat Jezus is, de Christus, de door God beloofde Messias, de waarachtige koning van Israël, de koning van de wereld, de Zoon van God, dat is hij in werkelijkheid in zichzelf. Dat is het eerste doel. Geloven, aanvaarden, beseffen, erkennen dat Jezus die Messiaanse figuur is waar het Oude Testament al over spreekt, maar een beetje verborgen in dat Oude Testament dat hij ook waarachtig de Zoon van God is. Dat is wie hij is en wat hij is. Hè? Wat hij is, Christus, dat is zijn titel. En wie hij is, de ware Zoon van God. En dan het tweede opdat. En opdat u gelovende, hè, dus door te geloven, het leven hebt in zijn naam. Dat je leven ontvangt, het waarachtige, volle, eeuwige leven, dat in dit evangelie een hoofdrol vervult. Dat is wat Johannes zelf zegt aan het einde van zijn boek, bijna het einde van zijn boek, er komt nog hoofdstuk 21 achteraan. Maar Johannes 20 vers 30 en 31 geven wel aan. Er is nog veel meer te vertellen, zegt Johannes. Maar ik heb dit opgeschreven, zodat je Jezus erkent als de Christus, de Zoon van God. En opdat je door in hem te geloven ook het leven ontvangt dat hij aan jou wil geven. Dat is het Johannes-evangelie in een notendop. Dat is wat Johannes wil met dit boek. En wat ik nu van plan ben, is gewoon een heel groot stuk ervan lezen en uitleggen. En we gaan dat niet in heel erg groot detail doen. Daarvoor is zoiets als een radio-uitzending, want daar lijkt dit toch het meeste op, een radio-uitzending helemaal niet voor geschikt. Maar we zullen wat krenten uit de pap halen, we zullen wat algemene gedachten erover uitspreken. En we zullen vooral proberen te genieten van de schoonheid van dit evangelie.
doorspekt met wat muziek, zodat we even tijd hebben om op adem te komen met dit evangelie. En dat is waarachtig helemaal geen luxe. Dus we gaan weer even luisteren naar een klein stukje muziek. Ik had het gevoel al een beetje in Oosterse sfeer te zijn met deze muziek. Mirage heette dat. Nou, we beginnen bij het begin. En het begin is het eerste hoofdstuk. En daar staat in een begin, of in het begin, was het woord. Zo begint de proloog van het Johannes-evangelie. Dat zijn de eerste 18 versen. Voordat we met de getuigenissen te maken krijgen, de eerste 18 versen. Die niet alleen maar een inleiding zijn, maar ook een beetje een samenvatting, een inhoudsopgave. Dat had je nog niet in die tijd, dat er een echte inhoudsopgave werd gemaakt. Maar hier, Johannes doet dat heel bekwaam, die zet even de hoofdzaken op een rijtje. Je komt de hoofdbegrippen tegen die in dit evangelie een grote rol spelen. Je komt even de relatie tussen Johannes de Doper en de Zoon van God, Jezus, tegen. En zo bouwt hij dat op in die eerste 18 versen. Nou, ongetwijfeld, het meest bekende van het Johannes-evangelie, dat is het eerste vers. In het begin was het woord. Letterlijk in een begin. Bedenk maar een begin. De oerknal of iets wat misschien toch nog daaraan vooraf gaat. Maar toen was het woord er al. Met andere woorden, het woord, de logos, de uitdrukking van wie God is, het woord dat God spreekt in zekere zin, dat was er altijd al. Dat ging aan alle dingen vooraf. En dan moet je dat woord niet zonder meer identificeren met God, en daarom staat er, en het woord was bij God, op God gericht. In het Grieks is dat helemaal op God gericht zijn, prostonteon, en niet epitoiteo, wat zou betekenen dat hij in de buurt van God zich ophoudt,
Nee, helemaal op God gericht. Met andere woorden, eigenlijk toch wel één en dezelfde in onderscheid. Ja, dan gaan we al lastige filosofische termen gebruiken om dat uit te drukken. Maar er is dus toch een soort onderscheiding in God, tussen God als zodanig en het woord dat hij spreekt. En tegelijkertijd is God en wat hij spreekt en wat hij doet en wat hij van zichzelf naar buiten laat komen niet te onderscheiden. Het enige beeld dat ik kan bedenken om dat te verduidelijken is als je praat over zonlicht. Wat is nou het verschil tussen de zon en het zonlicht? Nou, aan de ene kant is dat één en hetzelfde. Dat zonlicht is gewoon precies wat de zon doet. Straling uitzenden, deeltjes uitzenden, fotonen uitzenden. En aan de andere kant zijn die fotonen enzovoort, die worden uitgezonden. Weliswaar een perfecte afbeelding van wat de zon is, maar het is niet hetzelfde als de zon. Dus het woord was bij God. Hè? De lichtstralen zijn in zekere zin bij de zon, horen bij de zon, laten de zon zien, maar zijn toch niet zonder meer hetzelfde. Nou, het is een zwak beeld, ik begrijp het. Maar in die richting moeten we die uitdrukking bij God gaan begrijpen. En om nou te voorkomen dat we zouden denken, oh wacht even, maar erbij, dat betekent toch dat het echt iemand of iets anders is, zet Johannes er meteen achteraan. En God was het woord. Dat is de correcte volgorde in het Grieks. En God was het woord. Dat wil zeggen, alles wat God is, dat is ook het woord. Dus weer in het beeld van de zon. De zon is licht en warmte. En alles wat licht en warmte is, dat is ook wat je krijgt als je naar de straling van de zon kijkt. Die brengen warmte en die geven licht. God was het woord. Geheel en al, alles wat God is, dat is ook het woord. En dan als samenvatting in vers 2. Dit woord was voor alles wat begonnen is bij God. Dus het hoort niet bij de schepping, maar het hoort bij Gods wezen. Het is op die manier bij God onderscheiden, maar ongescheiden. Dat is die oude filosofische uitdrukking van die Nederlandse Hegel-kenners, ongescheiden, onderscheiden. Het is niet iets anders, het is niet iemand anders, maar er is wel een element van onderscheid. Hij was, dit was, dit woord was in het begin bij God. Nou, dat is de glorieuze opening van dat Johannes-evangelie, waardoor we in één adem, in één zinnetje, nou, laten we zeggen vers 1 en vers 2, weten over wie we het nu gaan hebben. En daar aarzelt hij geen moment mee, heel anders dan de andere evangeliën, die dat veel rustiger opbouwen. Lucas begint eerst te vertellen waarom hij zijn evangelie schrijft. Marcus die zegt meteen, dit is het begin van het evangelie, en dan verwijst hij naar de profeten. Matthäus begint met de geslachtsregisters, om daarmee in te leiden op zijn relaas over de geboorte van Jezus. Maar het Johannes-evangelie begint helemaal ter zake. Dit is degene over wie ik het ga hebben. Dit is wat ik bedoel met Zoon van God. Hij die was bij God voor het begin van de schepping. Die bij God is en toch God zelf is. En dat is wat hij hier zegt. En vandaar dat eigenschappen die aan God toekomen, hele wezenlijke eigenschappen, ook aan dit woord toekomen. Of beter nog, dit woord, dat is de uitdrukking die we nodig hebben om aan te duiden wat die bijzondere wezenlijke kenmerken van God eigenlijk zijn. Alleen maar in het woord zijn die wezenlijke eigenschappen openbaar geworden. Het licht heeft wel een leegte nodig om doorheen te gaan. Hoewel dat niet zo'n geweldig beeld is, bij nader inzien. Maar laten we zeggen, er moet nu uitgelegd worden welke eigenschappen dat woord heeft, omdat het woord is de geopenbaarde kant van God. God spreekt en het is er. In dat spreken wordt God openbaar en dan gebeurt er ook iets in wat wij dan de schepping noemen. Dus vers 3, alle dingen, niks uitgezonderd, wat je ook maar kunt bedenken, alle dingen die geworden zijn, die niet van meet af aan bij God horen, die niet voor het begin van de schepping al bestonden. Alle dingen zijn door hem geworden. Het is het woord dat, zeg maar, de oorzaak is
De instrumentele oorzaak, hè, door hem zijn alle dingen geworden, dus tot stand gekomen, in bestaan gekomen. En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Die hele schepping heeft van meet af aan met de persoon van Jezus te maken, met de persoon van het woord van God te maken. En dan komen andere eigenschappen die God heeft. In hem was leven, in vers 4. En het leven was het licht van de mensen. Ja, dus het licht dat op ons valt, het licht dat wij nodig hebben. En dat is natuurlijk letterlijk ook de zon. Maar dit is het leven dat ons licht is. Hè? Het leven dat verlicht onze duisternis en ons verstand. Het leven is datgene wat richting geeft en helderheid geeft over ons bestaan. Hè? Wij zijn levende wezens. En dat hebben we, dat leven hebben we vanwege het leven dat in hem was. Hij wilde dat leven delen en heeft dat leven als het ware naar buiten gebracht in ons. Ik zei al daarstraks dat het een soort inhoudsopgave is. Nou, dat is ook zo. Het loopt niet helemaal dan keurig van begin tot einde, maar die uitdrukking het woord, die komen we ook tegen en dan veel uitgebreider in hoofdstuk 17. In hoofdstuk 17, ik meen uit mijn hoofd vers 5, maar in ieder geval vers 17 van hoofdstuk 17 is dan van belang. Maar als je kijkt hoe belangrijk het woord is in Johannes 17, vanaf vers 5, dan gaat het over de heerlijkheid die de Zoon had voordat de wereld was. Dat is nog weer een verwijzing naar dat voorbestaan van de Zoon. Maar dan vers 6, ze hebben uw woord bewaard. Vers 8, de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. De schrift wordt vervuld in de zoon van het verderf Judas. Vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. Vers 17, heilig hen door de waarheid, uw woord is de waarheid. En ik vraag niet alleen voor deze, vers 20, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Zo belangrijk is dat woord woord. Nou, hier in hoofdstuk 17 betekent dat het geschreven woord openbaart Jezus als het ware woord. Zo werkt dat nu eenmaal. En toch is daar een enorme samenhang tussen. Dit woord is in zijn leven, in het leven hier op aarde ook een sprekend woord geweest. Hè? Niet alleen maar uitgesproken zodat het er was. Nee, het is zelfsprekend geweest. Hij heeft de woorden van God de Vader in deze wereld ook doorgegeven. Nou, het woord spreken, leven hebben we gezegd, hoofdstuk 5 vers 26, kom je dat weer tegen. Het licht van de mensen, hoofdstuk 8 vers 12, kom je dat weer tegen. De duisternis heeft het niet begrepen. Nou, dat kom je allemaal nog tegen in het verdere van dit evangelie. Dag Jacob, welkom. Welkom bij deze live uitzending. Fijn dat je er bent. Je hebt de eerste 20 minuten gemist. Daar kan ik niks aan doen. Daar kan ik niks aan doen. Maar dat was een beetje de inleiding en over de eerste paar versen. Nou, vers 6 tot en met 11 gaan over Johannes de Doper. Dat is de eerste en belangrijke getuige. En die weet van hem te getuigen dat Christus het waarachtige licht is. Dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. Dan heel belangrijk al meteen, ook in verband met het doel van dit evangelie, wat hij in hoofdstuk 20 vers 31 dus aangeeft, vers 12. Allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. En dat is voor Johannes dus van belang. Weten wie deze Jezus is, daar begint hij mee in vers 1 en dat loopt door tot en met 5. En dan dat er getuigen zijn, te beginnen met Johannes de Doper, daar begint hij mee in vers 6. En dan vers 12, het gevolg dat er moet zijn voor dit getuigenis, namelijk dat je hem ook aanneemt. Het aannemen van Jezus houdt in erkenning van wie hij is en je vertrouwen stellen op hem. Dat zijn die twee kanten van de zaak. Hem aannemen is erkennen wie hij is, maar dat is op zich nog niet voldoende. En waren mensen, zegt dit evangelie, die in de naam van Jezus geloofden vanwege de tekenen die ze zagen. En dan lezen we dat de Heer Jezus zegt, of dat Johannes zegt, dat Jezus zich niet aan hen
toevertrouwde, want hij wist zelf wel wat in de mens was. Dus hij begreep dat dat geloof wel de erkenning was misschien van zijn tekenen, maar niet van zijn persoon en van zijn missie. Nou, allen die hem hebben aangenomen, die hem hebben erkend en in hem geloven, daar staat er, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Dat zijn dus de twee kanten, aannemen, in zijn naam geloven. Dat kunnen synoniemen zijn, je kunt het ook onderscheiden. Dus aannemen als hem erkennen, in zijn naam geloven, als je aan hem toevertrouwen. Nou, die heeft hij het recht en de macht gegeven kinderen van God te worden. Ook belangrijk in dit evangelie, je wordt een kind van God niet omdat je daar zelf de keuze toe maakt, hoewel op die keuze wel steeds wordt aangedrongen. Maar uiteindelijk word je in dit evangelie een kind van God door de soevereine macht van God zelf, die jou tot zijn kind maakt. En dan ben je wel iemand die Christus heeft aangenomen, en dan ben je wel iemand die in zijn naam is gaan geloven. Maar zodra je door die poort van het geloven heen bent, dan kijk je terug en dan blijkt dat je door die vader aan de zoon gegeven was. Daar komen we nog op, zo God wil, als we later gaan kijken naar hoofdstuk 6 en hoofdstuk 3 met name. Het gaat dus uiteindelijk om geloven. En dan in vers 14 begint Johannes nog even uit te leggen, want we hebben het nou over dat woord gehad en over die getuige die komt, en dat het leven van dit woord het licht van de mensen is. We hebben tot twee keer toe gehoord dat het iets met mensen te maken... Nee, tot drie keer toe. Hij is het licht van de mensen in vers 4. Hij verlicht iedere mens in vers 9. En dan zijn er mensen die hem aannemen in vers 12. Nou, maar hoe doen ze dat dan? Als dat woord vanuit de hemel dat allemaal doet, dan lijkt me dat toch een lastige te begrijpen zaak. Nou, vandaar vers 14. Dat woord is vlees geworden. Het is een schepsel geworden in de zin van dat hij vlees geworden. Kijk, als iets vlees wordt, dan is het niet alleen maar vlees. Dan is het dus iets anders geweest voor het vlees werd. En wij worden als vlees geboren. Maar hij is vlees geworden. Dat kan van ons niet zo gezegd worden. En hij heeft onder ons mensen gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is het getuigenis eigenlijk van Johannes de Apostel al. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Er is iets van zijn eigen karakter en wezen dat is gaan stralen in deze wereld, dat wij konden zien. En daarom hebben we hem ook aangenomen. En dat was vol van genade en waarheid. En Gods genade is in hem openbaar geworden. Maar ook heel de waarheid van Gods wezen, inclusief Gods heiligheid en Gods oordeel. Dan gaan we naar de getuigenissen toe. En die getuigenissen zijn nodig. Om te beginnen, het getuigenis dat Christus, dat de Zoon van God de Vader geeft. Want vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, dat wil zeggen is en blijft, ondanks het feit dat hij vlees geworden is. Hij blijft in die intieme omhelzing met de Vader, bij die Vader aanwezig. Die enige geboren, die unieke Zoon, beter dan enige geborene. De enige geborene betekent er is er maar eentje van. Hij is in die zin uniek. Maar hij is enig in zijn soort, is de bedoeling. Dat is een andere betekenis van uniek. Hij is enig in zijn soort. Het is ondenkbaar dat er een tweede is. En als we zeggen de enige geborene, is het als het ware toevallig dat er maar eentje is. Er hadden er ook andere kunnen zijn. Nee, beter is te vertalen met de unieke zoon die in de schoot van de Vader is. Let op, is. Niet af en toe is of zijn zal of geweest is. Nee, dat is hij voortdurend. Die heeft hem, dat is God, verklaard. Dat wil zeggen geopenbaard. Dat wil zeggen zichtbaar gemaakt. In zijn karakter, in zijn wezen. In de volle waarheid die hij uitvoeren zal. Uitvoert op deze aarde. Nou weten we wie Jezus is. Als je dat even terugbladert. We weten dat hij geen schepsel is. Want hij was al in het begin bij God en hij was God. Hè? God was het woord of het woord was God. Hij is de schepper, althans het middel van de schepping. Door hem is alles geworden. Alle leven berust in hem. Vers 4.
En dat leven is het licht waarin wij wandelen. Dat is hoe wij onszelf en de wereld te begrijpen hebben. Het draait om het leven daarvan. En dat licht schijnt in de duisternis. Er is ook duisternis in deze wereld. En de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen in vers 5. Hoe kennen wij dat licht nu? Daar wil ik nog even op wijzen, omdat de getuigenissen zo belangrijk zijn in dit evangelie. Hoe kennen wij dit licht nu? Ja, als je ogen hebt om te zien en het licht gaat aan in een donkere kamer, dan hoeft er niemand te zijn die vertelt dat licht is aan. Maar ik heb een keer met iemand meegemaakt, een blinde medewerker aan de universiteit, die moest ik even spreken, ik stapte zijn werkkamer in en het was pikkendonker. Want hij had het licht niet aangedaan, had het niet nodig, hij was blind. Had niet gemerkt dat er geen licht was. Maar al zijn bezoekers stonden dus in de duisternis met hem te praten. Dus ik zei tegen hem, het is heel donker, zal ik het licht aandoen voor de mensen die nog komen. En zo zijn wij dus blijkbaar. Er is iemand nodig geweest om te getuigen van het licht. Om tegen ons te zeggen, hallo, hij is het licht van de wereld. Kijk nou eens goed. Doe je ogen eens open. Zie wie hij is. En dan zie je ook dat hij het licht is. Het leven was het licht van de mensen. We hebben het dringend nodig, dat licht. Maar als wij in de duisternis zijn, dan hebben we een getuige nodig om ons dat te vertellen. Mensen die de Heer Jezus hebben ontmoet op aarde en die geestelijke ogen hadden om waarachtig te zien, die hebben onmiddellijk gezien dat hij dat licht van de wereld was. Maar als je zelf in je hart veel, veel meer bij die duisternis hoorde, als je je wilde verbergen in je geweten voor God, als je jezelf als het ware verblind had, je ogen gesloten had, dan kon je hem niet zien zoals hij is. Dan zag je die mens daar rondlopen, die Galileër die allerlei dingen deed en allerlei dingen zei, en je had toch geen idee met wie je te maken had. Nou, dus wat is er uiteindelijk aan de hand? Dat er iemand komt die zegt, hij is het licht. En door middel van dat getuigenis krijgen wij de kans om onze blinde ogen weer op hem te richten en te zien wie hij is. Dankjewel voor je opmerking, Michael de Graaf. Ik wil u natuurlijk tussendoor even bedanken voor uw inzet en de kennis die u met ons deelt. Ik heb al veel geleerd. En kijk er naar uit om meer te leren van de schrift door middel van uw uitleg. Dankjewel voor je vriendelijke woorden, Michael. Van harte welkom hier op het Spreaker-kanaal. Of misschien ook wel op Facebook, als je dat al gevonden hebt. Of misschien wel op de website, als je dat al gevonden hebt. Er zijn meer plaatsen waar je iets van mijn werk kunt laten zien. Schroom niet om vragen te stellen en opmerkingen te maken. En fantastisch dat je dit even wilde melden op dit kanaal. Ik ga even pauzeren. Droge keel gekregen. Dat moet je in deze tijd echt niet hebben. Ik ga even luisteren naar een klein stukje muziek. En dan ben ik zo direct weer bij jullie terug.
eerste getuigen vinden we in hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 28. Ik hoop dat je hier naar luistert met een geopende Bijbel en met een geopend hart. En dat tot je mag doordringen wat dit prachtige evangelie ons te zeggen heeft. Wij moeten het over het licht horen en Jezus herkennen door middel van getuigenissen. Dat is een van de uitgangspunten van dit evangelie. Het getuigenis later dus van de apostelen, zoals Johannes 14 en Johannes 17, dat melden. En hier in het evangelie, tijdens het leven van de Heer Jezus, dus het getuigenis van bijvoorbeeld Johannes de Doper. Wat zegt Johannes de Doper? Nou, hij zegt eigenlijk op drie verschillende dagen in deze drie, in deze zeven versen, zegt hij drie verschillende dingen tegen drie verschillende groepen mensen. De eerste profeet in Israël na 400 jaar met een enthousiaste schare van volgelingen. Er heeft dus iemand gezegd dat Johannes de Doper veel succesrijker was in zijn zending dan Jezus zelf. In een uithoek van Israël, bij de Jordaan in de vallei, je moet als het ware de hele bewoonde wereld verlaten om naar hem te luisteren. In plaats van een profeet die in Jeruzalem staat en daar iedereen vanaf het Sanhedrin via de schriftgeleerden kan aanspreken. Hij komt dus niet op het terrein van de Judeërs, hè, maar hij komt helemaal aan de rand daarvan in het zuidoosten van Israël. In de vallei van de rivier de Jordaan. Maar hij is een goede bekende van al die mensen die daar komen. Hij is immers de zoon van een priester Zacharias. Zacharias, die we natuurlijk ook in het evangelie tegenkomen, niet in dit evangelie, maar met name in het Lucas-evangelie, zal een bekende priester zijn geweest. De zoon van deze Zacharias, die treedt dus niet op in Jeruzalem, die verlaat die normale samenleving, identificeert zich met de armen. En de armen die droegen kleren van kameelhaar, dat was het goedkoopste. En die droegen een gordel van leer, dat was het goedkoopste. En als ze in die woestijn moesten leven, omdat ze in die stad niet meer welkom waren, dan aten ze ook sprinkhanen en wilde honing. Dat was alles wat daar te vinden was. En daar identificeert deze Johannes de Doper zich mee, terwijl hij als zoon van een priester toch een relatief goed leven had kunnen leiden. Uiteindelijk de priesters ontvingen hun priesterdeel via de tempel en waren dus relatief goed af. Maar Johannes de Doper begint dus zijn hele missie als profeet met een getuigenis dat als het ware aan zijn kleding al te zien is. Ik hoor niet bij de elite, daar wil ik me althans van distancieren. Je vraagt je af wat zijn vader ervan gedacht zou hebben. Ik laat aan mijn dieet en kleding zien dat ik hoor bij de arme mensen die buiten de bewoonde gebieden wonen in de wildernis. Nou, dat wekt wel de belangstelling van die mensen in Jeruzalem en de enige reden moet zijn dat ze bij zichzelf dachten, nou, wat zal die te zeggen hebben? Zou het een echte profeet kunnen zijn? Maar misschien vooral ook, wat zal die zoon van Zacharias nou te zeggen hebben? En er zullen ongetwijfeld ook vele mensen zijn die aan dit ongewone optreden van Johannes de Doper hebben afgelezen dat het wel eens de Messias kon zijn. Misschien is dit wel degene op wie wij gewacht hebben. Dan kun je je voorstellen, er komt een eenvoudige man uit Jeruzalem, helemaal naar de vlakte van de Jordaan. Die hoort daar de prediking van Johannes de Doper. Die wordt door Johannes de Doper zelfs gedoopt, want dat deed Johannes de Doper uiteraard. En die doopte mensen bekering, tot de vergeving van de zonde. Die doopte ze als voorbereiding op de komst van de Messias. Nou, die mensen gaan terug naar Jeruzalem. En die beginnen daarover te praten. Moet je nou eens horen, ik ben door die man gedoopt en ik heb zijn boodschap gehoord. En hij zegt, ik ben niet eens waard om de schoenriemen los te maken van degene die nog komen moet. Er komt nog eentje na hem. Dus hij kondigt de komst van de Messias aan. Nou, er hoeft dus niet een besluit te vallen over de vraag, is Johannes de Doper dan misschien de Messias? Maar het is een heel krachtig getuigenis voor de komst van de Messias. Johannes heeft die doop van de bekering tot vergeving van zonde toegediend. En dat wekt naar al die mensen die daar gedoopt zijn in Jeruzalem dat gerucht gaan verspreiden. Dat wekt natuurlijk wel
belangstelling op van priesters en levieten. Dan moeten we dat zinnetje in vers 19 goed lezen. Dit, wat nu volgt, is het getuigenis van Johannes. De kern daarvan, de samenvatting daarvan, hè, wat hij als het ware op die 3 dagen heeft uitgesproken. Maar even dat kleine zinnetje nader ontleden, heel belangrijk. Toen de Joden, ja dat zijn dus de Judeërs. Leer maar meteen af dat je in dit evangelie, waar het woord Joden wordt gebruikt, moet invullen iedereen die van Abraham afstamt. Dat je dat moet identificeren met wat wij nu Joden noemen, Joodse mensen noemen of Joden noemen. Dit zijn de Judeërs, dat is een bepaald slag van Joden. De Joden in Galilea telden niet mee voor de mensen in Jeruzalem. En de Joden uit het zuiden van Israël telden niet mee. De Joden in de diaspora, ja, die waren maar gedeeltelijk geaccepteerd. Nou ja, behalve als ze uit Babylon kwamen. Want dat waren dan toch wel hele grote leraren. Maar de Joden zijn dus Judeërs. Die hebben 2 overtuigingen. Dat de tempeldienst de plek is waar God troont. Waar hij zichtbaar wordt. Waar vergeving wordt gegeven. En dat de enige oplossing voor dat wankelen, dat precaire bestaan van Israël, is een samenwerking met de Romeinen accepteren en dan proberen om maar volk en tempel zoveel mogelijk te gaan redden. Dat is heel belangrijk voor de Judeërs. En overal waar daarvan werd afgeweken, als men zei de Messias is gekomen, of we moeten ons distancieren van de Romeinen, zoals de Zeloten dat deden, ja, daar waren de Judeërs tegen. En wat sturen ze dan? Nou, priesters en levieten. Nou, priesters, dat zijn dan de Kohanim, dat zijn degenen die ook op de hoogte waren van de inhoud van de wet. Dat waren gelijktijdig ook, meestal althans, schriftgeleerden. En levieten. En dan denk je bij levieten, nou ja, dat zijn die hulppriesters. Nee, in deze tijd zijn de levieten ook de tempelpolitie. Dus er komt een gewapende groep mannen uit Jeruzalem naar Johannes de Doper. Dat moet heel intimiderend zijn geweest. En dan zijn er een aantal priesters bij die Johannes de Doper nu gaan ondervragen. Wie ben jij nou? Want daar is verwarring over in Jeruzalem. Er zullen mensen gezegd hebben, nou dit moet toch de Messias zijn. En anderen zeiden, dat heb je helemaal verkeerd begrepen. Hij zegt, de Messias moet nog komen. En dan komt Johannes dus tot een getuigenis. En dat heet dan in vers 20 zijn belijdenis. Hij belijdt. Hij zegt naar volle waarheid. En hij beleedt de logende het niet. Hij zegt naar volle waarheid. Ik ben de Christus niet. Ik ben niet de Messias. En dan gaan die priesters nog even door. Ja, wat bent u dan? Bent u Elia? Want Elia was degene die voorafgaande aan de komst van de Messias nog zou optreden als profeet. Maar omdat de Joden dat zagen als een wedergeboren Elia, een Elia die uit de dood was opgestaan, zegt hij, nee, ik ben het niet. Het is interessant dat de Heer Jezus later zal zeggen dat Johannes de Doper wel een Elia was. Niet de Elia, maar een Elia. Hij had wel die functie, zeg maar. En zo moet je dus die wederkomst van Elia blijkbaar verstaan, dat iemand functioneel de profeet Elia was, zomaar geroepen in een tijd van verval om Gods woord te verkondigen met gezag. Maar hij zegt, bent u Elia? Nou, in letterlijke zin, ik ben het niet. Nee, hij is Johannes, de zoon van Zacharias. En dan zeggen ze, bent u de profeet? Dat is een zijtak van de messiaanse verwachting. Na Mozes zou God een andere mens tot profeet verwekken. Nou, dat is in eerste instantie letterlijk Jozua, de opvolger van Mozes. En hij is alleen maar profeet omdat hij Gods woord uitlegt en spreekt. Maar ook dat is Johannes de Doper niet. Johannes de Doper heeft een hele andere functie dan waaraan die priesters denken. En blijkbaar hebben ze de vragen gesteld gebaseerd op de berichten die mensen hadden verspreid die bij Johannes vandaan kwamen en in Jeruzalem terugkeerden. Sommigen hebben gezegd van, misschien is dat wel de profeet van Deuteronomium 18, misschien is het wel Elia, misschien is het wel de Messias. Dan in vers 22, ze zeiden tot hem, wie bent u dan, opdat wij antwoord geven aan hen die ons hebben gezonden, dus dat zijn de Joodse overheden, Judeese overheden, in Jeruzalem, wat zegt u van uzelf? En dan identificeert Johannes de Doper zijn eigenlijke missie.
En dan zegt hij, ik ben de stem van een roepende in de woestijn, maak de weg van de Heere recht. Zoals Jesaja heeft gesproken. En zij waren gezonden uit de fariseeën. Belangrijk zinnetje, want ik zei het er straks even tussendoor, dat dit priesters waren die ook schriftgeleerden waren. Dus dit zijn priesters uit de groep van de fariseeën, die wel degelijk geloofden in de komst van de Messias, die ook geloofden in de opstanding uit de doden, die geloofden dat God misschien wel in hun tijd de profetieën zou gaan vervullen. En dan zeggen ze vervolgens, en ze vroegen hem en zeiden tot hem, waarom doopt u dan? En dat is het grote punt natuurlijk. Door te dopen, eigent Johannes de Doper zich een bepaalde autoriteit toe om iets te doen, wat wel heel erg merkwaardig is. De profeet zou het mogen, Elia zou het mogen, de Messias zou het mogen. Maar zomaar een profeet, zomaar een leraar, zomaar een schriftgeleerde, die kan niet zomaar Joden gaan dopen. En dan bedoel ik Joden dus in de normale zin van het woord, van Israëlieten. Want die waren al besneden, die hadden geen doop nodig. Die hadden wel misschien een reinigingsbad nodig, zoals in Qumran. Maar dit is een eenmalige doop. Een eenmalige doop die inhoudt dat ze als het ware helemaal in een andere levenssfeer worden verplaatst. Want dat is wat de doop doet. Hij haalt je uit het ene rijk en plaatst je in het andere. Je gaat in onderdompeling als het ware dood in het ene en je staat op in het andere. Johannes de Doper heeft mensen gedoopt met die doop van de bekering tot vergeving van zonde. Maar dat is een doop die mensen dus losmaakt uit het systeem dat er was en mensen invoegt in de verwachting van de Messias. En dat is dan een hele andere groep met een hele andere status. Daar gaat het niet om de vergeving in de tempel, het gaat niet meer om het volharden in het voldoen aan de opdrachten van de wet. Het gaat om de verwachting en het vooruitkijken. De Messias zal komen, ja wie is hem dan? Wie is dat dan? Waar komen we hem dan tegen? Nou, de Messias zou kunnen dopen, die heeft dat gezag, Elia en de profeet. Maar Johannes de Doper die zegt, ik heb mijn gezag ontleend aan degene die nog komt. Vers 26, ik doop met water. Het is maar een symbool, het is maar een teken. Midden onder u staat, en ik denk dat dat bijna letterlijk zal zijn, midden onder u staat, dat zeg je niet. Dat zeg je niet als dat letterlijk niet het geval is. Misschien is Jezus wel komen luisteren naar de prediking van Johannes de Doper. Is hierbij geweest als de neef van Johannes de Doper. En daar zegt hij, midden onder u staat een die u niet kent. Die u niet kent. Ja, maar hij wel. Die na mij komt, ik ben niet waard zijn schoenriem los te maken. Dit gebeurde in Betanië over de Jordaan waar Johannes doopte. Nou, dat is het getuigenis, het eerste getuigenis dat Johannes geeft op die eerste dag van de getuigenissen die Johannes hier noemt. Dan krijgen we in vers 29 de volgende dag, tweede getuigenis. En dan in vers 35 de derde dag, weer een getuigenis. En zo heeft hij er uiteindelijk drie. Tweede getuigenis dus vanaf 29. Dat is een getuigenis over Jezus dat hij het lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus het eerste getuigenis zegt, na mij komt iemand die groter is dan ik. Tweede getuigenis zegt, hij die komt is het lam van God dat de zon van de wereld wegneemt. Dat is dus de pointe van die doop van de bekering tot vergeving van zonde. De Messias komt en hij brengt die vergeving van de zonde. En dit is een getuigenis dat hij geeft aan iedereen die daar om hem heen staat. En dan het derde getuigenis in vers 35. Dan herhaalt hij, zie het lam van God, maar nou is Jezus daarbij. Jezus wandelt daar rond. Hij heeft dus al een hele dag in die buurt zich opgehouden, misschien wel drie dagen. Omdat hij ook gezegd heeft, midden onder u staat. Hè? Dus Jezus is twee dagen, als het ware, aanwezig, maar is door dat getuigenis niet openbaar geworden. Dat gebeurt pas de derde dag en heel interessant. Jezus wordt daar geïdentificeerd door Johannes de Doper. En toen hij op Jezus zag die daar wandelde, zei hij, zie het lam van God. Maar de groep waaraan hij dat doet, is niet de hele schare van
zijn leerlingen of van belangstellenden. Die groep is niet de priesters en levieten uit Jeruzalem, maar dat zijn maar die twee discipelen. En Johannes wil duidelijk maken, zo klein begint dat nou hier. Twee discipelen die hem horen spreken en dan Jezus achterna gaan, nog niet zijn volgeling worden, maar Jezus achterna gaan. Dat is het derde getuigenis. En dat houdt uiteindelijk in dat Nathanael in vers 50 zegt, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Nathanael, die wordt elders dan Bartholomeus genoemd. Nou, heel kort ben ik geweest over vers 29 tot het einde van dit hoofdstuk, maar dat is nu eenmaal de aard van een uitzending als deze. Welkom Matthijs Oosterhuis, fijn dat je even bent binnengevallen. Ik hoop dat je de kans krijgt om nog even te blijven plakken. Als je vragen en opmerkingen hebt, natuurlijk van harte welkom. Ik ga even mijn stem wat rust geven met een stukje muziek, dat ken ik eigenlijk niet. Maar het lijkt me dat het wel aardig zou kunnen zijn. At the precipice of a dying light. Nou, laten we hopen dat het wat voorstelt. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er helemaal niks aan vind. Dus ik ga maar gauw door naar het volgende stukje muziek. Goed, daar zijn we weer. Even de slijmvliezen wat natter gemaakt. Dat schijnt te moeten tegenwoordig. Even kijken. We hebben de opening gezien. Eerste 18 versen. Prachtige proloog van Johannes. Daar hebben we de theologie van Johannes. Jezus, het vlees geworden woord. Het leven, het licht van de mensen. De enige geboren zoon van God.
En wie hem aanneemt, mag zichzelf een kind van God noemen. Meteen al in dat eerste gedeelte horen we over Johannes de Doper als de eerste getuige. En dat is niet de laatste, want dit evangelie is eigenlijk een grote serie van getuigenissen. Er zijn mensen die ons moeten vertellen wie Jezus is. Op geen enkele wijze kun je dat buiten die getuigenissen om, kun je dat doen. Er is een reeks van getuigenissen, in zekere zin doorlopend tot het heden. Elke keer weer wordt dat evangelie doorgegeven door een nieuwe generatie die het van een vorige heeft gehoord. We komen nooit af van het idee van getuigenissen. En misschien is dat wel raar, maar het is wat de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 17. Je hebt twee soorten gelovigen. Je hebt de mensen die hem naar het vlees gekend hebben en in hem geloven en na zijn opstanding en hemelvaart van hem getuigd hebben. En je hebt mensen die door het woord van de apostelen in hem geloven. En eigenlijk is dat net een beetje anders dan wat ik net zei. Het is wel waar dat we een keten van getuigenissen hebben. Maar eigenlijk gaan alle getuigenissen die wij horen, die voor ons beslissend zijn, terug op de apostelen. Of althans, dat is het apostolisch getuigenis op grond waarvan we hem leren kennen. De tweede groep van gelovigen, dat zijn de mensen die het getuigenis van de apostelen hebben geloofd. Nou, dat zijn eerst de mensen geweest die de apostelen hebben horen prediken. Maar in zekere zin horen wij die apostelen prediken als we hun teksten lezen, als we het Nieuwe Testament lezen. Nu, er is dus eigenlijk geen groot verschil tussen wat tijdens het leven van de Heer Jezus gebeurde. Getuigenissen maakten zichtbaar wie hij was. De mensen die zijn heerlijkheid konden zien, konden dat uitleggen aan de blinden die in de duisternis zaten en die dat licht helemaal niet konden opmerken. Door woorden moet je ertoe gebracht worden om iets te zien. Ja, te zien met een geestesoog, met geestelijk inzicht, maar het zijn woorden, het zijn getuigenissen die dat moeten doen. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Een ander type van bewijs van het evangelie bestaat dus helemaal niet. Nu gaan we naar hoofdstuk 2, en dat is het beroemde gedeelte van de bruiloft in Kana. We hebben dus de eerste getuigenissen gehoord, hè? 3 getuigenissen van Johannes de Doper. En we hebben 18 versen theologie van Johannes gehoord. En nu krijgen we een ander soort van getuigenis. En even kijken, vers 11 is dan belangrijk. Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen. We weten natuurlijk al wel waarover het gaat. Het gaat over die verandering van water in wijn en over zijn optreden in Kana. Maar dit is een begin van zijn tekenen. Nu gaat Jezus zelf getuigen over zichzelf in eerste instantie door iets te doen. En dat begint dus ook heel klein. Want vers 11 zegt, hij openbaarde zijn heerlijkheid. Ja, maar aan wie dan? Nou, het staat erachter en zijn discipelen geloofden in hem. Dus dit hele teken, deze hele openbaring van zichzelf, dit getuigenis over zichzelf, dat was bestemd om zijn discipelen te bevestigen, te bemoedigen, om hen, het getuigenis over hem in hun hart te leggen en te geven dat zij dat met overtuiging konden doorgeven. Hoe zit het nou met die bruiloft in Kana? Daar kun je preken over horen. Nou ja, dat daaruit blijkt dat de Heer Jezus volledig solidair is met de menselijke vreugde. Want als die vreugde niet langer door de consumptie van wijn kan worden ondersteund, dan zorgt hij ervoor dat niemand wijn tekort komt. Dat soort vrijzinnige prediking heb je. En er zal ongetwijfeld een of andere charismaan zijn die zal zeggen, nou, de Jezus zegt toch dat wij grotere werken zullen doen dan hij. Dus zoiets moet uiteindelijk voor ons ook mogelijk zijn als wij maar voldoende geloof hebben. Nou, vergeet het maar. Er is natuurlijk iets heel anders aan de hand. Een bruiloft in Kana in Galilea. Dit is het moment dat de Heer Jezus uit de familiesfeer wegstapt in de richting van zijn openbare dienst. Gemarkeerd door de vertrouwelijke, familiaire vraag van de moeder van Jezus in vers 3. Ze hebben geen wijn.
Met andere woorden, dat kun jij dan wel oplossen, op een of andere manier. He, zoals ze dat gewend zou zijn in dat gezin waarin vermoedelijk Jozef de vader al gestorven is. Anders was hij daar toch ook wel geweest. Maar de moeder van Jezus zegt tegen hem, ze hebben geen wijn. En dan het antwoord in vers 4, heel anders dan Maria verwacht moet hebben. Maar ze heeft er blijkbaar vrede mee. En Jezus zei tot haar, wat heb ik met u te doen, vrouw? Letterlijk, wat heb jij wat ik ook zou hebben? En wat is er tussen jou en mij? Hebben wij dan echt iets gemeenschappelijks? In de zin van dat jouw zorg om het verloop van die bruiloft, vanuit de belangen van de familieleden en de belangen van bruid en bruidegom, dat uiteraard is dat haar hoogste zorg. Maar hij zegt, nee, dat is niet iets wat ik moet oplossen. Mijn uur is nog niet gekomen. Het uur van de openbare heerlijkheid, hè, dus de openbaring van wie Christus is, is op dat moment nog helemaal niet gekomen. En dan is het prachtig om te zien, het geloof van Maria, die bij de geboorte van Jezus vele woorden over haar zoon hoorde, en dat maar opgeborgen heeft in haar hart, om er later over na te denken. Maar ze zegt hier met vol vertrouwen, zijn moeder zei tot de dienstknechten, wat hij u ook zegt, doet dat. Dat is tegelijkertijd een uiting van diep vertrouwen, want ze meent, wat hij u ook zegt, doet dat, dat zal de oplossing geven. Maar het is tegelijkertijd ook een soort claim van haar dat de Heer Jezus zich nog steeds laat gebruiken, dat hij zijn macht zal inzetten om zoiets familiair, zoiets eenvoudig, zoiets aards als een gebrek aan wijn op te lossen. En dan doet hij het ook niet voor alle bruiloftsgasten of voor bruid en bruidegom of voor de gasten. Hij doet het uitsluitend voor zijn discipelen die daar ook uitgenodigd zijn. En let wel in vers 2... Waarom zijn zijn discipelen daar uitgenodigd? Nou, omdat ze waarschijnlijk bij een, ja, hoe zeg je dat, een zusterdorp horen. En daarom worden uitgenodigd. Heel Kana zal een ander dorp hebben uitgenodigd. Maar waarom doen ze dat? Omdat in dat andere dorp eigenlijk gewoon familie woont. Die familieverwantschappen tussen die twee dorpen moet gigantisch zijn geweest. En daarom is het zo belangrijk dat er aan het eind ook staat dat hij afdaalt naar Capernaum. En dat hij daar lange tijd blijft. Capernaum is eigenlijk niet de plaats waar de familie woont. Dus daar stapt hij ook al buiten de sfeer van de familie. Nou, tweede element. Er staan 6 stenen watervaten. Volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Dit is een buitengewoon vrome bruidegom. En je zou zeggen, het ligt meer voor de hand dat Jezus zegt, schep die watervaten nou vol met water. Dat is het eerste ook wat hij doet in vers 7. En dat is net alsof je zegt, van ja, de wijn mag dan wel op zijn, maar we hebben alle reden om ons te reinigen. Dus we gaan die watervaten vullen. En dan zou Jezus een prachtige prediking als fariseer, als schriftgeleerde hebben gegeven. De wijn van de vreugde, het past ons niet in deze tijd met de Romeinse beheersing van Jeruzalem, het is toch nog niet de tijd om echt feest te vieren. Maar laten we ons nou richten op de reiniging van de handen. Laten we ervoor zorgen dat we tegenover God in het reine staan. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, schept nu en brengt het naar de ceremoniemeester. En ze brengen die wijn naar de ceremoniemeester. En dat is natuurlijk het eerste wonder. De Heer Jezus heeft wijn tot stand gebracht. Door hem is alles geworden dat geworden is. Dus geen twijfel over dat hij in staat is om water om te zetten in wijn. Nou, hij wist niet van waar hij was. De dienstknechten die wisten het, maar toch levert dat helemaal geen geloof op. Wel opvallend, de dienstknechten die het water geschept hadden, die weten dat de Heer Jezus verantwoordelijk is voor deze verandering van water in wijn. Maar ze zeggen niks. Er is geen getuigenis van hun kant. Er is een zwijgen van hun kant. Zo verschillend van de getuigenissen van Johannes de Doper en van de discipelen is het ontbreken van het getuigenis van de dienstknecht. Het zou je toch gebeuren dat op een feest iemand letterlijk voor je ogen water in wijn verandert.
Dan vraag je toch aan zijn discipelen die in de buurt zijn, of aan zijn moeder, ja, wie is dat nou? Wie doet dat nou? Want je wilt niet alleen maar dat teken zien, je wilt ook begrijpen waar het een teken van is. En als je wilt begrijpen waar het een teken van is, moet je weten wie het gedaan heeft, wie het teken verricht heeft. De dienstknechten vragen helemaal niets. Ze vragen ook die moeder niks. Als ze zegt wat hij u ook zegt, doet dat. Dat is apart dat die moeder daar tegen die dienstknechten kan zeggen. Hij is nu degene die leiding geeft aan alles. Die dienstknechten weten niet beter dan dat dat de ceremoniemeester is. Dus het zwijgen van de dienstknechten is al even opvallend als de verborgen manier waarop de Heer Jezus dit uitvoert. Je zou de dienstknechten kunnen redden door te zeggen, wellicht heeft de Heer Jezus gezegd, mondje dicht. Breng het maar gewoon aan die ceremoniemeester. Maar zeg niks over de herkomst ervan. Maar voor hetzelfde geld denk ik dat we te maken hebben met dienstknechten die het niet schelen kan. Die geen interesse daarin hebben. In ieder geval, het einde daarvan is vers 11. Dit is het begin van die tekenen. En dat gebeurde in Cana en in Galilea. En degene aan wie Heer Jezus zelf dus nu getuigenis aflegt van wie hij is, zijn niet die dienstknechten, niet de bruiloftsgasten, niet de ceremoniemeester, noch de bruid en de bruidegom, maar alleen zijn discipelen. En zij hebben voldoende geestelijk oog om te zien wie hij is in dat teken, in plaats van stomweg naar het teken te kijken en eigenlijk helemaal geen interesse te hebben in wat ermee gaande is en wie daarachter zit. Ik ga weer even onderbreken. Laten we maar eens weer een klein stukje van Bach gaan beluisteren, want dat zijn vrij lange stukken. Even zoeken hoor. Nou, dit is ook wel mooi. Ave Verum Corpus van Mozart. We zijn zo weer terug. Nou, Matthijs, dat kleine borreltje doen we straks wel. Als we het einde halen van deze 2 uur durende uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live. Fijn dat jullie er zijn hoor. Ik vind het echt geweldig. Dan neem ik straks wel een likeurtje of zo. Dat smeert volgens mij het beste. Maar ja, als je maar gewend bent om 25 minuten, 30 minuten te preken,
dan is een uitzending van 2 uur toch best wel eventjes een stevige bezigheid. Maar we gaan gewoon door. Ik hoop in ieder geval het einde van hoofdstuk 2 te halen. En dan zal ik in de volgende uitzending beginnen met hoofdstuk 3. Ja, wat Johannes dus doet in deze twee passages in hoofdstuk 2, ja, is eigenlijk een soort kader schetsen. Hij heeft in hoofdstuk 1 gesproken over de heerlijkheid die we gezien hebben. Een heel belangrijke uitspraak. Hij is begonnen met dat getuigenis uit te werken in de prediking van Johannes de Doper. En hij heeft laten zien hoe Jezus zijn eerste discipelen krijgt. Maar hij heeft ook wel geschreven, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, daar begint dus hoofdstuk 2 mee, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoe komt dat, ontdekken we dan? Omdat Jezus die openbaart, omdat hij een teken doet, wat met het oog van het geloof inderdaad de heerlijkheid van de Heer openbaart. Dat is de ene kant van de zaak. Dan zie je iets van de Zoon van God, van zijn heerlijkheid, van zijn scheppingsmacht, die hier een rol speelt. Maar er is nog een tweede kant. Want hij was niet alleen maar de Zoon van God, hij was ook de schepper van hemel en aarde. Ja, nee, maar dat is nou net weer precies hetzelfde. Maar hoofdstuk 1 eindigt met de term de Zoon des Mensen. En het getuigenis aan de discipelen houdt ook in vers 50 van hoofdstuk 1. U bent de Zoon van God, vandaar die heerlijkheid die geopenbaard wordt. U bent de Koning van Israël. Nou, de Koning van Israël is hier, in levende lijven, met al zijn gezag over alle dingen die God de Vader in zijn gezag gesteld heeft. En dat komt samen, vind ik, in vers 13 tot en met het einde. De eerste keer dat Jezus naar het Pesach gaat van Jeruzalem. We vinden de tempelreiniging op een hele andere wijze aan het begin van de Lijdensweek in de drie synoptische evangeliën. We vinden een tempelreiniging aan het begin van het optreden van Jezus. Hier in vers 13 tot en met vers 25. Dat zijn twee verschillende gebeurtenissen. Ik heb te weinig tijd om die verschillen te laten zien, maar vergelijk ze maar met elkaar. Er gebeurt iets soortgelijks, maar toch ook iets anders. En het is alleen maar mooi dat we het zo kunnen begrijpen dat hij begonnen is met een tempelreiniging. En daarna krijgen we de zending door Galilea enzovoort. En uiteindelijk terugkeert in Jeruzalem. En dat het dan nog een keer plaatsvindt. Zodat iedereen die hem gevolgd heeft in die 3 jaren van hem gehoord heeft, zich dat herinneren kan. Maar kijk maar even wat er met die tempelreiniging aan de hand is. Daar zitten mensen die runderen, schapen en duiven verkochten en wisselaars. En dan maakt hij een zweep van touwen. Nou ja, dat is een zweepje heel anders dan wat de soldaten gebruiken om Jezus te geeselen. Dat zijn leren riemen waar stenen enzovoorts in vastgebonden zitten. Of metalen haken. Dat is echt wat anders dan hier, dat zweepje van touwen. Daar kun je toch niet echt een zware slag mee uitdelen. En vandaar het idee dat die zweep van touwen voldoende is om als het ware symbolisch mee te zwaaien. En dat iedereen uit de tempel gaat. Dat is een wonderteken op zichzelf. Dat al die mensen gewoon maar gehoorzaam die tempel uitgaan. Alleen maar omdat iemand met die zweep staat te zwaaien. Die schapen en die runderen die zullen hem gehoorzaamd hebben. Dan moet je je voorstellen, je staat op een plein van 100 bij 50 meter. En er staan een paar honderd van die schapen en runderen. Er staan 80 van die tafeltjes met wisselaars en met mensen die schapen en duiven verkopen. En daar komt Jezus en die zwaait met een zweep en ze gaan allemaal weg. Dat is een veel wonderlijker teken dan wanneer we aannemen dat hij daar een paar uur is bezig geweest om iedereen met die zweep te belagen en die tafels om te gooien. Belangrijk is natuurlijk wat de betekenis is van die handeling. Neemt deze dingen van hier weg, maakt niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. De ijver voor uw huis zal mij verteren. Hier heb je een wonderlijk getuigenis, want
die tempel is niet echt de plaats van de vergeving. De Heer Jezus zal sterven om op die manier de substantie te leveren, de waarheid te openbaren, van wat in die tempel al eeuwenlang gebeurd was. Want al die offers in de tempel waren alleen maar een voorafschaduwing, een vooruitverwijzing naar dat ware offer dat de echte vergeving bracht. Maar toch is die tempel aan het begin van de missie van Jezus het huis van mijn vader. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En de ijver voor uw huis zal mij verteren, dat is een profetie die hij daarmee waarmaakte. Dan komt er die merkwaardige discussie in vers 18. De Judeërs dan antwoordden en zeiden tot hem, welk teken toont u ons dat u deze dingen doet? Begrijp dat zo. Wat is dan de betekenis van wat je doet? Of wat is het wonder dat dit nog bevestigen mag, dat je dat recht hebt om dit te doen? Dus hij doet daar al een heel bijzonder teken. Al die mensen lopen weg. Al die schapen en runderen die gaan op zijn gezag weg. En dan zeggen de Joden tegen hem, maar we hebben nog dat tweede wonder nodig om uw identiteit en gezag te bevestigen, zodat we begrijpen dat u deze dingen mag doen. En dan is het antwoord van de Heer Jezus zo mooi in vers 19, waarmee hij onmiddellijk die hele discussie overslaat die nu zou kunnen komen, van waarom wil je nog een extra teken hebben, heb je niet goed opgelet, heb ik niet het recht als de Messiaanse koning om het op te nemen voor de tempel. Maar hij gaat meteen naar de kern en dat is de vergankelijkheid van de ware tempel, of de betekenis van de ware tempel. Uiteraard is dat voor deze Joden ook een wonderlijk woord, wat ze niet onmiddellijk zullen begrijpen. Breekt dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. En dat is overduidelijk dat het dan ook niet begrepen wordt, maar dat zullen we een aantal keren zien. We zien het bij Nicodemus die het niet begrijpt, we zien het bij de Samaritaanse vrouw die het niet begrijpt. Als de Heer Jezus begint te spreken over zichzelf en daarbij de termen gebruikt van zijn tijd, dus tempel in dit geval, opnieuw geboren worden, levend water enzovoort, dan wordt dat niet meteen begrepen. De Joden dan zeiden, in 46 jaar is het tempelhuis gebouwd en u zult het in 3 dagen oprichten, maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Dus het is aan de ene kant een ijver voor het huis van God, dat is de tempel, want dat is nog op dat moment het huis van God. Maar tegelijkertijd is die andere tempel, die andere woonplaats van God in de geest, al aanwezig. In hem is God al aanwezig. En vandaar breekt dit tempelhuis af, dit vleeselijke bestaan, dit lichaam. En in 3 dagen zal, en merk op dat hij hier niet zegt, zal het worden opgericht, zal mijn vader het oprichten, zal God het uit de dood terughalen. In 3 dagen zal ik het oprichten. En pas bij de opstanding herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. Dus Johannes die schrijft dat op, omdat hij weet dat intussen de discipelen dat ook allemaal al weten, en dat hij het ook al intussen begrepen heeft. Ze hebben zich dat woord van Jezus herinnerd. En dan het einde van dat teken, vers 23. En toen hij in Jeruzalem was op het Paascha, op het feest, geloofden velen in zijn naam. Hier, bij wijze van uitzondering, is geloven in zijn naam dus niet het volle vertrouwen op wie hij is in volle zin. Dat is het meestal, geloven in zijn naam of dopen in zijn naam heeft diezelfde kracht. Maar dit is een geloof, een oppervlakkig geloof in de faam van Jezus, in de functie die Jezus lijkt te hebben, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Ze zijn hem gaan belijden. Hij moet de Messias zijn. Kijk nou eens wat hij doet. En wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft dat tempelplein gereinigd. Dat is het enige wat ze dan gezien hebben. Misschien ook wel, omdat er een meervoud staat, dat ze zo hier en daar ook iets van zijn genezingen hebben gezien, waarover we lezen in de andere evangeliën. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij allen kende, en omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Een dubbelzinnige houding tegenover de tempel dus, of een tweevoudige eerder, niet dubbelzinnig, alsof daar een logische vergissing aan ten grondslag ligt, maar tweevoudig.
De ijver voor het huis heeft hem verteerd, maar er kan nu al aan het begin van zijn zending worden verwezen naar zijn uiteindelijke dood, na het afbreken van de tempel die door God zelf bereid was en die bestond in de persoon van de Heer Jezus. Nou, we hebben nog een half uurtje, dus ik ga straks beginnen aan hoofdstuk 3. Maar dan wil ik toch wel even een mooi stukje muziek erbij hebben. Andrea Scholl met het Largo, uit het Largo van Händel. Gaan we even naar luisteren. Dat was een aria uit Händels Xerxes. Prachtige muziek. Ik vind die stem van Andrea Scholl werkelijk onovertroffen mooi. Ja, geboren uit water en geest. Ik denk dat dat het laatste is wat we in deze uitzending van ongeveer 2 uur kunnen doen. Maar het is dan ook wel een heel belangrijk hoofdstuk waar we hier mee te maken hebben. We hebben het gehad over die uitspraak in hoofdstuk 1. Allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Dat is de ene kant van de zaak. Dat betekent dat jij wordt uitgenodigd om te gaan geloven en dat je dat kunt, dat je voor hem kunt kiezen. Dat zo ook het evangelie aan jou verkondigd mag worden. Maar al meteen in vers 12 zien we dat Johannes in dit evangelie 2 verschillende kanten van dezelfde zaak wil laten zien. Wat gaan we maar kijken hoe dat doorloopt in vers 12 van hoofdstuk 1. Hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Maar dan, vers 13.
die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet door afstamming. Niet omdat ze nu eenmaal kinderen van Abraham zijn. Niet uit de wil van het vlees, niet omdat ze eigenmachtig en eigenzinnig ertoe besluiten om bij deze Jezus te horen. Misschien wel zoals die mensen die de tekenen zagen die hij deed en dan in zijn naam gingen geloven. Niet uit de wil van een man. Dus een mens heeft daar eigenlijk helemaal niets over te beschikken. En een mens zal ook helemaal niet uit zichzelf de wil krijgen om deze Jezus aan te nemen. Maar uit God geboren zijn. Dat uit God geboren is nu aan de orde in hoofdstuk 3 in het gesprek met Nicodemus. Maar ook de dubbelzinnigheid. Ik moet niet zeggen dubbelzinnigheid, ik zeg dat steeds verkeerd. De tweevoudigheid, dat is veel beter. Van Johannes 1 vers 12 en 13. Dus aan de ene kant zoveel hem aangenomen hebben, die in hem zijn gaan geloven, dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant van de zaak, ja, maar dat is niet uit bloed, uit de wil van het vlees, uit de wil van een man. Maar dat is uit God geboren. Daar draait dus hoofdstuk 3 om. En dat ligt ons nog wat meer in over wat het betekent om uit God geboren te zijn. En daar concentreer ik me even op. Kijk, je kunt ook hoofdstuk 3 lezen en dan de dialoog van die beiden analyseren. En wat had Nicodemus dan eigenlijk al kunnen weten als leraar van Israël? Hè? Vers 10, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Ja, natuurlijk weet hij dat, omdat hij Jesaja gelezen heeft. Maar hij heeft het toch nooit echt toegepast en begrepen. De kern van de zaak is, wat is nou precies die wedergeboorte? En dat is vers 8. Voorwaar, voorwaar, dat dubbele voorwaar. Want nu komt er een beginsel of een hoofdzaak. Dubbel voorwaar. Ik zeg u, tegenover alle anderen die van alles en nog wat zeggen, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt, dan had hij kunnen zeggen, uit God, dat is dan de korte samenvatting in Johannes 1 van de uiteindelijke bron en soevereine oorzaak ervan. Maar hier zegt hij iets meer in de richting van het middel dat God dan gebruikt, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Dan kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je moet geboren worden uit water en geest. Wat betekent nou water en geest? Ja, ik kan er toch eigenlijk niks anders van maken. Ik weet dat er hele ingewikkelde interpretaties van zijn. Maar het water en geest moet toch betekenen het water van het woord van God, het reinigende water. De Bijbel, het Oude Testament of de Torah met name, wordt met water vergeleken. Maar dat zou nog alleen maar de uiterlijke mens reinigen. Dat zou een lichamelijke reiniging zijn, maar het moet van binnenuit een reiniging en een verandering en een transformatie zijn. Vandaar het water en de geest. Het is wel heel erg van belang dat die beide genoemd worden, want je hebt mensen die alleen maar spreken over dat water. Het is de Bijbel die dat moet doen. Maar dat zou een verkapte wijze kunnen zijn om te zeggen, ja, we moeten die Bijbel lezen, de Bijbelse oproep om te bekeren, en dan doen we dat zelf. Dat is dan vanuit de wil van een mens, vanuit de wil van het vlees. Of we lezen in die Bijbel dat wij al behouden zijn, simpelweg omdat wij kinderen van Abraham zijn. Dan heb je een geboren worden uit water, en dat is dus niet voldoende. Nee, het is uit water en geest. Er is een goddelijke werking bij betrokken. God die het geweten raakt, God die geloof schenkt, God die in de geschiedenis waarin wij nu eenmaal leven, in onze persoonlijke geschiedenis, ook bewegingen creëert, hè? Ons op een bepaald pad brengt, ons met mensen in aanraking brengt. Nou ja, heel erg belangrijk, ons in verbinding brengt met getuigen van zijn naam. Nou, zonder dat is het onmogelijk dat binnen te gaan. Het is de absolute voorwaarde. Maar let wel, dat zegt niet hoe wij dat koninkrijk binnengaan en wat er aan onze kant gebeurt. Dit is het geboren worden. Dit is de herkomst van het leven dat we hebben. Maar wij zijn geen zuigelingen. Nou ja, we zijn in zekere zin zuigelingen in het geloof. Maar dat is een ander beeld dat de Hebreeënbrief gebruikt. Maar we zijn natuurlijk, als we wedergeboren zijn, daar helemaal niet van bewust.
Dat is het karakter nou precies van die wedergeboorte. Dat is niet iets wat je kunt doen, wat je kunt beleven, net zo min als jij je geboorte kunt beleven, terwijl je er toch bij was. Maar je ondergaat dat. En je moet opnieuw geboren worden, dat is belangrijk. Maar je kunt je daar niet op richten, je kunt er niet om vragen. Je kunt alleen maar iets doen. En dat is wat vervolgens in vers 16 en verder wordt uitgelegd. Je kunt in hem gaan geloven. Maar dat kunnen is alleen maar mogelijk als je dat leven al hebt waarin dat kunnen gedragen wordt. Hoe kunnen deze dingen gebeuren, vraagt Nicodemus. En dan zie je dat hier ook een getuigenis bij zit in vers 11. Voorwaar, weer dat beginsel. Wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. Dat is een koninklijk wij en u neemt ons getuigenis niet aan. Als hij dus zegt tegen Nicodemus, je moet geboren worden uit water en geest, reageert Nicodemus met ongeloof. Hoe dat dan met ons gaat in die wedergeboorte, ja, dat is wat vers 14 begint uit te leggen. De zoon des mensen moet verhoogd worden. En dan kan er geloof zijn als je dat ziet. Wacht eens even, hoe kan dat nou? Hoe kunnen we nou geloven als we niet wedergeboren zijn? Nee, dat kan nog niet. Maar als we wedergeboren zijn, dan geloven we toch al. Nou ja, wel, maar dat is toch een andere kant van de medaille. Als je dit hoofdstuk precies beoordeelt, is het precies dezelfde overgang als tussen Johannes 1 vers 12 en 13. Enerzijds, anderzijds. Er is een kant van de zaak waarin God alles doet en er is een kant van de zaak waarin de mens zijn verantwoordelijkheid neemt. Zo werkt dat nu eenmaal. En dat valt dus niet in een logisch verband te brengen waardoor het helemaal klopt. Je kunt twee lijnen trekken. De ene lijn vind je heel sterk bij een Friese kerkhervormer, bij Menno Simons. Als jij je geloof Christus aanneemt, dan ben je een wedergeborene. Dan is het net alsof jouw leven opnieuw begonnen is. En dan is de kern van jouw leven, water en geest, de betrokkenheid op Christus. De andere kant is meer de lijn van Calvijn. En dan zeg je, ja maar wacht even, de wedergeboorte gaat voorop. En als God die geschonken heeft, schenkt hij vervolgens ook het geloof. Dat is pure genade dat je dat krijgt. Dat is waar. Alle twee die lijnen zijn waar. Maar ze zijn alleen maar echt waar in hun samenhang. En die samenhang is geen logische eenheid. Wij kunnen dat niet tot een logische eenheid brengen. En vandaar dat sinds de reformatie je twee lijnen van interpreteren hebt, waarin of de ene kant tot de basis wordt gemaakt, of de andere kant tot de basis wordt gemaakt, terwijl de waarheid waarschijnlijk juist daarin ligt dat we zien dat het beide waar is. We gaan daar nog even over verder praten, maar ik wil eerst weer even mijn keel gaan smeren. Een wat langer stuk dit keer, Vergnügte Ruhe van Johann Sebastian Bach. Thank you.
prachtige muziek van Bach die veel te kort geduurd heeft eigenlijk. Daar zou je toch rustig een uur naar kunnen luisteren. Maar wij gaan weer terug naar het Johannesevangelie. En we hebben het daar gehad over die twee kanten van de zaak. Gods daad in de wedergeboorte. Hij geeft dat nieuwe leven. En onze kant van de zaak, dat wij gaan geloven in de naam van Jezus. En dat je dus niet kan zeggen dat het ene gaat vooraf aan het andere. Maar het ene is de voorwaarde van het andere. En ik denk altijd dat zijn de twee keerzijden van hetzelfde. Op het moment dat jij gaat geloven in hem, ben je wedergeboren. Op het moment dat jij wedergeboren bent, ga je in hem geloven. En het ene is niet per se de conditie van het andere. Of beter gezegd, ze conditioneren elkaar, hè? Je kunt pas zeggen wedergeboren te zijn als je gelooft. Kijk, als die baby niet tekenen van leven geeft, is hij niet geboren. En je kunt pas zeggen dat je gelooft. En wat het betekent dat jij gelooft als je niet aanvaardt dat dat een gave van God is. Zodra je denkt dat dat een eigen prestatie is, dan heb je het eigenlijk niet over wat de Bijbel geloof noemt. Dus je moet die beide kanten van de zaak perfect bij elkaar zien te houden. Nou, we hebben al even wat uitwisseling gehad in de commentaarsectie van Spreaker. Daar verwijs ik dan maar even naar voor mensen die dit op een ander kanaal aan moeten horen. Het aanhoren. Maar waar het om gaat is geboren worden uit water en geest is niet geboren worden uit eerst uit de waterdoop en dan een tijdje later de geestesdoop. Het heeft met dopen niks te maken. Het heeft wel te maken met het reinigingsbad van het water van het woord. En dan kunnen we daar heel ingewikkeld over doen en allerlei teksten bij lezen. Maar ook weer, dat is niet de bedoeling van deze uitzending. Maar ik wil wel wijzen op één tekst. En dat is, dacht ik, 1 Petrus 1. Ik ga even bladeren. 1 Petrus 1, 1. Daar wordt die wedergeboorte genoemd, 1 Petrus 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden. Dat is wat we door zijn kracht dus geworden zijn. En dan kan hij ook benadrukken, we zijn niet verlost van onze onvruchtbare wandel door vergankelijke dingen, maar door kostbaar bloed, vers 19, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. Dat is de kracht van het bloed. Maar die wedergeboorte kan ook worden omschreven. Kijk, dat is dus het mooie. Daarom heb je water en geest, beide nodig. 1 Petrus 1, vers 22, vers 23. U die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. Dus we hebben een wedergeboorte rechtstreeks door God zelf. Dat komt overeen met Johannes 1, vers 13. En we hebben hier de wedergeboorte uit Gods levend en blijvend woord. Dat komt overeen met Johannes 3, als daar het water genoemd wordt. Nou, ik kan het zo gauw niet uit mijn herinnering oproepen, maar ik weet zeker dat er enkele teksten zijn die spreken over de wedergeboorte door de Heilige Geest. Zoek dat maar eens op en zet het in de commentaarbox erbij. Maar ik ben er even tevreden mee dat we dat hier in ieder geval in Johannes 3 zo vinden. Het is ook een uitleg van de missie van de Heer Jezus en het is een uitleg meteen die de oorzaak van het ongeloof aangeeft. En ook dat is merkwaardig. Dat als geloof dan een geschenk van God is, hoe kun je dan uitleggen, vers 20, ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Dus wie de waarheid doet, die gaat geloven. Hallo? Maar geloof was toch een gave? Dus hoe zit dat nou? Hoe kan het nou zo zijn dat ongeloof hier wordt beschreven als een meer de duisternis liefhebben dan het licht liefhebben? Toch is dat dus het punt. Mensen geloven niet in Jezus omdat ze weten dat wie in hem gelooft
gaat geloven, zijn eigen werken moet oordelen, dat hij door een oordeel heen moet. Dat is een derde element van deze wedergeboorte. Want wie in de wedergeboorte nieuw leven ontvangt, verliest zijn oude leven. Wie je verliest dat oude leven, uiteraard in geestelijke zin, je verliest dat oude leven, het oude levensbeginsel, omdat dat in het oordeel niet kan standhouden, omdat dat in de dood van de Heer Jezus weggenomen is. Wij sterven met hem. Dat oude leven sterft met hem, hoezeer we ook de restanten ervan nog in ons leven meedragen. En dat verklaart dat mensen die niet geloven de duisternis meer lief hebben dan het licht. Dat is gewoon een omschrijving van wat ze zijn en wat ze doen en wat wij gedaan hebben. En als dat dan zo is, hoe kan iemand dan tot geloof komen uit zichzelf? Nou, dat kan dus ook niet. Als er staat wie de waarheid doet, komt tot het licht, zou je dat zo moeten lezen. Als er iemand zou zijn die de waarheid zou doen, ja, die komt natuurlijk voortdurend tot het licht. Ja, maar er is niemand. Er is niemand die de waarheid doet. Ieder van ons doet kwade dingen en haat het licht en komt niet tot het licht. Wanneer de Vader hem aan Jezus geeft, komt iemand tot het licht. Maar uit zichzelf komt niemand tot dat licht. Het tweede deel van vers 3 is nog een keer een getuigenis voor ons te dopen. We moeten even snel zijn, we hebben nog maar 10 minuten in deze uitzending. Maar zoals gezegd, ik ga dat de volgende keer nog mee door. Een getuigenis van Johannes de Doper, en het gaat dan over reiniging enzovoort. Johannes doopte en de discipelen van Jezus doopten. En dan zegt Johannes ook nog een keer, Johannes heeft het dus ook begrepen, in vers 27, een mens kan helemaal niets aannemen, tenzij het hem uit de hemel is gegeven. Kijk, dat geeft toch een mooi commentaar op Johannes 1, vers 12. Allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Dan denk je, hartstikke idee. Dat kunnen wij dus. Nee, een mens kan helemaal niets aannemen, tenzij het hem uit de hemel is gegeven. Johannes de Doper weet dat dat uiteindelijk allemaal gegeven is door God zelf. Dat God daarin soeverein handelt. Nou, en dat is een mooie ondersteuning. En wat zegt hij nog meer? Hij maakt verschil tussen dat spreken vanuit de aarde over het aardse koninkrijk, wat zijn eigen missie was. Maar er is iemand hier die van boven komt, vers 31, hij die van boven komt is boven alle. Wie uit de aarde is, is uit de aarde, spreekt uit de aarde. Hij die uit de hemel komt is boven alle. Wat hij heeft gezien en gehoord, dat getuigt hij. Getuigenis neemt niemand dat. Nou, dit is in feite het getuigenis van Johannes de Doper over het feit dat de enige waarachtige getuige van de Zoon van God, die Zoon van God zelf is. En dat zal blijken in hoofdstuk 4, waar de Heer Jezus zichzelf openbaar maakt aan de Samaritaanse vrouw. En daar komen we ook weer tegen. De bron van water die springt tot in het eeuwige leven is daar eerder een beeld van de Heilige Geest. En dan hebben we dus beide kanten van het verhaal. Dan gaat het over de levengevende kracht van de Heilige Geest. Dus daar wordt de geest vergeleken met water. Terwijl door, normaal gesproken, zeker in de passages van Ezechiël, waar de Jezus in hoofdstuk 3 in dat gesprek met Nicodemus indirect daar verwijst. Want hoe kan hij weten hoe dat zit met water en geest? Omdat hij Ezechiël 36 gelezen heeft, want daar komen ze alle twee voor. Nou, het voert me te ver om dat bewijs te leveren, maar daar kun je naar kijken, Ezechiël 6. Nou, wat geeft het? We doen het gewoon. Gaan we even kijken naar Ezechiël 36. Om te zien waarom de Heer Jezus zegt, dat had jij kunnen weten, jongen. Je had het kunnen weten dat je opnieuw geboren moet worden. Want dat heeft de profeet al gezegd. Ezechiël 36, vers 25 tot 27. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ja, dus het water van die reiniging brengt hier iemand ertoe om een nieuw leven te krijgen. Dat is dus een beeld van de wedergeboorte. Hier een wedergeboorte door reiniging. Maar ook met de geest. Vers 27. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Heeft het dan toch iets te maken met Gods woord? Jazeker, ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt.
en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dus die samenhang van gehoorzaamheid aan de Torah, Gods woord op de allereerste plaats, dat zit in dat beeld van dat water. En tegelijkertijd is die wedergeboorte door de geest. Dat is het heel duidelijk in Ezechiël 36. En dat had Nicodemus moeten weten als schriftgeleerde. En voor de rest beelden van de Torah als water. Nou, kijk maar naar psalm 119 en andere psalmen waar dat beeld zo gebruikt wordt. Dat is helemaal niet zo vreemd dat dat zo gebruikt wordt. En ik dacht, is er nog... In Titus heb je toch ook nog zo'n tekst? Even kijken hoor. Nou, ik eenmaal in mijn geheugen aan het graven ben, dan duikt er af en toe iets op. Maar het is niet altijd... Ja, ook het beeld van het water in Titus 3 vers 5. Niet op grond, hij heeft ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid door de wassing van de wedergeboorte. Dus daar is de wedergeboorte een wassing, zoals ook in Ezechiël 36, en de vernieuwing van de Heilige Geest. Dus dan wordt het net weer een beetje anders gezegd. De wassing van de wedergeboorte, water dat ons afwast, en de vernieuwing van de Heilige Geest. Ja, geest en woord, denk ik toch, is daar steeds verondersteld of aan de orde gesteld. Nou, laten we het daar maar even bij laten. Want ik wilde nog iets zeggen over het slot van hoofdstuk 3, voordat we gaan eindigen. Want hij die God heeft gezonden, vers 34... Want hij die God heeft gezonden spreekt de woorden van God. Want hij geeft de geest niet met mate. Ik vind dat altijd een wonderlijk zinnetje. Want hij die God heeft gezonden spreekt de woorden van God. Dat moet gaan over de Heer Jezus. Hij is degene die gezonden is. En dat hij de woorden van God spreekt wil dus zeggen dat hij alleen maar spreekt al datgene wat hij bij de Vader gehoord heeft. Het is een volledige, volmaakte en onbeperkte openbaring van wat God denkt, van wat hij is, van zijn wezen. Want hij geeft de geest niet met mate. Dat wil zeggen, hij, dat is God, geeft de geest niet met mate aan zijn zoon. Alsof hij ernaar raden moet. Kijk, de profeten hebben die geest met mate gekregen. Wij krijgen de Heilige Geest met mate. Bij ons werkt dat niet in volmaaktheid allemaal uit. Maar God geeft aan zijn zoon, aan degene die hij gezonden heeft, die geeft zonder enige mate. Hij is in volle zin dus ook doortrokken en vervuld van de Heilige Geest, omdat hij God is en dus ook deel heeft aan de eigenschappen van de Heilige Geest. De Vader heeft de zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven. De Vader heeft de zoon lief. De relatie van die twee onderscheiden personen is liefde. Dus in feite ook weer volledige eenheid, want liefde is de macht van de eenheid. En hij heeft alles in zijn hand gegeven. Dus die onderscheiden persoon draagt nu alle dingen die God in zichzelf heeft. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, want je doet dan niks anders dan in God geloven. Want die Zoon is wel van hem onderscheiden, maar niet van hem te scheiden. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Want wie de zoon ongehoorzaam is, is de vader ongehoorzaam die hem gezonden heeft. En de toren van God blijft op hem rusten. Het zijn ook hele ernstige woorden. Dit is het getuigenis van de Heer Jezus zelf in de mond van Johannes de Doper. Let wel, dit is wat Johannes de Doper ervan maakt. Maar die heeft eigenlijk heel goed begrepen hoe die relatie is tussen de vader en de zoon. Heeft heel goed begrepen dat de zoon niks anders doet dan de innerlijke gedachten van God openbaren. Dat is de basis van het getuigenis dat de Heer Jezus nu vanaf hoofdstuk 4 zelf gaat geven. In Cana deed hij dat op een verborgen wijze tegenover de discipelen. Maar nu vanaf hoofdstuk 4 wordt het zelfs aan een stad in Samaria doorgegeven. Tussen haakjes alvast vooruitlopend op wat ik ga zeggen over hoofdstuk 4... De Heer Jezus spreekt de Samaritaanse vrouw aan. De Samaritaanse vrouw spreekt haar dorp aan. Die komen dan kijken. En dan staat er, velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hen om het woord van de vrouw die getuigde. Johannes laat op die manier zien
hoe het zit met het getuigenis. Het getuigenis van Johannes de Doper leidt tot discipelen voor Jezus. Het getuigenis van de Heer Jezus leidt tot die opvoeding van de discipelen, tot het geloof uiteindelijk van Nicodemus en de Samaritaanse vrouw. Maar het is dat doorwerken van dat getuigenis via de ene, via de twaalfen, via die kleine gemeente naar de rest van de wereld toe, waarom het steeds gaat. Het getuigenis moet een gevolg hebben in andere mensen die dat getuigenis doorgeven, en op die wijze wordt de wereld bereikt. Op geen enkel moment is hier aan de orde dat de Heer Jezus of God de Vader de hele wereld in één keer zal aanspreken. Ja, dat zal gebeuren aan het eind van de tijden, als de hele wereld gestraft wordt, onder het oordeel, onder de toren van God geplaatst wordt, dan wordt de hele wereld aangesproken. Maar in de tijd van het evangelie is dat niet het geval. We komen nog prachtige gedeelten tegen, te beginnen dus bij Johannes 4. Daar zal ik een volgende uitzending van maken, en wat mij betreft kan dat volgende week maandag ook wel. Misschien is dat wel aardig om één keer in de week 2 uur lang te spreken over het evangelie naar Johannes. Als mijn stem me tenminste niet in de steek laat. Hey, hartstikke mooi. Matthijs en Arita. En wie was er nog meer? We hadden nog, hoe heet die ook alweer? Even kijken hoor. Michael, ja. Michael de Graaf. Die is ook even geweest. En Jacob Drent is er even geweest. Sommige van hen zijn gewoon aan het werken. Dan kan het niet altijd achter elkaar doorgaan. Fijn dat jullie er waren. Ik verwijs natuurlijk naar de opname die straks ook beschikbaar is, als je een deel gemist hebt. Hartstikke fijn dat jullie even zijn komen luisteren. Als jullie nog vragen en opmerkingen hebben die ik kan meenemen dan in die volgende uitzending, hou ik me aanbevolen. Dat kan op Facebook. Probeer op Facebook ook actief te zijn en mee te praten. En dat kan hier op het Spreaker-kanaal. En dan hoop ik jullie volgende week eventueel weer te zien. Ga nog niet meteen weg, want ik heb nog iets moois van Johann Sebastian Bach. En daar zullen we dan mee eindigen. Maar voor straks alvast, dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
Johann Sebastian Bach blijft toch mijn grote favoriet. Hoezeer ik ook andere componisten heb leren waarderen, maar dit is toch het mooiste wat er is. Nou, daar sluiten we het voor vandaag mee af. Fijn dat we nog even konden overleggen over misschien het tijdstip van de volgende keer. Ik ga er voorlopig van uit dat ik volgende week maandag tegen 2 uur weer online ben. En wellicht dat er een mogelijkheid is om, om gewoon nog een keer online te zijn. Dat ik het in 2 deel of zo. In ieder geval, de opname is altijd wel weer te beluisteren. Ja, nu zit ik met dat coronavirus ook veel meer thuis nog dan ik toch al zit. Ik hoef zelfs donderdag er helemaal niet meer uit. Dus ik heb veel meer tijd voor dit soort zaken. En ik vind het heerlijk om radio te maken, mag ik het zo noemen? Heerlijk om gewoon te gaan zitten praten over de teksten die ik mooi vind, in plaats van zo'n video voor te bereiden. En dat kost heel veel werk, editen. En dit heeft natuurlijk het nadeel dat je af en toe fouten maakt en slordigheden hebt. Maar zo gaan we het doen. Jullie allemaal bedankt. Matthijs, Arita en de anderen die geluisterd hebben. Het gaat jullie goed vandaag. Ik hoop dat jullie veilig blijven van het virus en degene die jullie in jullie sfeer leven, jullie beminden, dat die ook daarvoor gevrijwaard zullen zijn. Daar bidden we natuurlijk ook voor. En dat ik jullie de volgende keer weer zal zien. Tot de volgende keer.